Inwoners Nijmegen denken mee over invulling nieuw stationsgebied. Boerin uit Niftrik ontvangt Vrouw in de Media Award. En Kofnoen verruilt de tv voor het theater. Het aantal bewoners en reizigers in het stationsgebied van Nijmegen neemt de komende jaren toe. Daarom wil de gemeente, ProRail, NS en de provincie Gelderland de centrumzijde van het stationsgebied klaarmaken voor de toekomst. Een gebied dat veilig en toegankelijk is en waar alle gebruikers prettig kunnen verblijven en reizen. Maar hoe staat het ervoor met deze plannen? Maandagavond werden Nijmegenaren en andere geïnteresseerden op de hoogte gebracht tijdens een informatieavond in Doornroosje. We houden deze informatieavond omdat het voor ons de formele start is om met de inwoners van Nijmegen in gesprek te gaan over de toekomst van de centrumzijde. De bezoekers werden niet alleen geïnformeerd, ook mochten ze op sommige vlakken meedenken over de toekomst van het stationsgebied. We zitten in de verkenningsfase, dus we weten dat we aan de slag gaan. We weten ook dat we middelen hebben om aan de slag te gaan. Maar wat we precies met dat geld willen gaan doen en welke oplossingen we gaan kiezen, en daarover willen we graag ook van de bewoners horen wat zij belangrijk vinden. Ze mogen zich uitspreken over hoe de oversteekbaarheid kan worden verbeterd. Wat ze belangrijk vinden om de leefbaarheid te verbeteren. Of ze behoefte hebben aan meer of minder groen. En die adviezen konden bezoekers invullen op een suggestieformulier of een wenskaart. Ja, de komende tijd zullen er meer van dit soort informatieavonden worden gehouden. Over een jaar of 10 zal het hele stationsgebied er totaal anders uitzien. En dan, ze is genuanceerd, gaat er niet met gestrekt been in, maar probeert juist het gesprek te openen. En dus wint boerin Marieke van Beers uit Niftrik de Vrouw in de Media Award Gelderland 2022. Dinsdagochtend nam ze de prijs in ontvangst. Met de Vrouw in de Media Award worden vrouwelijke experts en rolmodellen aangemoedigd om zichtbaar in de media te zijn. En redacties worden juist aangemoedigd om hen wat vaker dat podium te bieden. Van Beers is daarom ook blij met de prijs. Het is me volgens mij gewoon gegund door de mensen uit mijn netwerk. En ook de boeren uit Gelderland, denk ik, dat die ook op mij gestemd hebben. Volgens de jury heeft Van Beers de afgelopen tijd een verfrissend, genuanceerd geluid laten horen in het actuele debat over de boeren en stikstof. Bij haar eigen varkens- en akkerbouwbedrijf zet ze volop in op duurzaamheid en ze hoopt dat andere boeren haar hierin zullen volgen. Bijvoorbeeld hierachter hebben we alle daken vol liggen met zonnepanelen. Ja, en heel veel agrarische bedrijven vullen daar ook een belangrijke rol in de energieopgave die er ligt. Maar daar mogen we gewoon nog veel meer uitdragen dan dat we nu doen. Gaat de award ook leiden tot meer mediaoptredens? Daar ben ik ook benieuwd naar. Ik heb hier een hele mooie award ontvangen. Van een vrouw met zijwind. Daar ben ik heel erg trots op. Ja, ik zie het ook wel een beetje als stap dat bij een kudde wilde paarden, dan zijn de merries ook degene die voorop lopen. En ik denk dat dat in de agrarische sector ook zo moet zijn. En die hengsten die volgen wel, die zijn net zo goed belangrijk, maar die volgen die merries wel. En dat wij als vrouwen zijnde meer ons eigen pad mogen volgen en in het licht mogen gaan staan. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Jarenlang scoorden Owen Schumacher en Paul Groot met hun typetjes in het tv-programma Kofnoen. Nu zijn ze terug, maar dan in het theater. Zometeen spreken we het gezelschap. De 17-jarige jongen die verdachte is in de zaak rondom het dodelijke steekincident op plein 44 in september afgelopen jaar, stond vandaag voor de rechter. De tiener meldde zichzelf op het politiebureau. Sindsdien zit hij vast in een jeugdinrichting. Zijn voorarrest werd eind november met 90 dagen verlengd. De tiener wordt hiernaast ook nog verdacht van een poging tot doodslag op 21 juli jongstleden. Vanaf vandaag kan je in de zogeheten kankeratlas opzoeken welke 24 meest voorkomende kankersoorten er in jouw omgeving voorkomen. De atlas is gebaseerd op analyses van data uit de Nederlandse kankerregistratie in de periode 2011 tot en met 2020. De atlas laat zien of in deze periode het aantal kankerdiagnoses in een gebied hoger, lager of gelijk was aan het Nederlandse gemiddelde.
En als we dan inzoomen op Nijmegen, zien we vooral dat in het gebied rondom de Biezen, haven- en industrieterrein, Bijsterhuizen en Neerbos-Oost 25% meer longkanker voorkomt dan het Nederlands gemiddelde. In Elst, Heteren en Driel komt 22% meer huidkanker voor. Het doel van de atlas is om mensen bewuster te maken van de mogelijkheden om kanker te voorkomen. Het satirische tv-programma Koef Noen is na 16 succesvolle seizoenen nu op het toneel te zien. Nadat de shows door corona en tijd hebben stilgelegen, wordt de tour nu weer hervat in de Nijmeegse Stadsschouwburg. Wij zochten het gezelschap op tijdens de repetities. Hoi. Hi. Hi. Hoe gaat het eigenlijk, het repeteren? Nou, hartstikke goed. We zijn eigenlijk een voorstelling die we vorig jaar al gespeeld hebben, weer aan het hernemen. Dus dan wat deden we daar ook alweer? En sommige dingen een klein beetje aangepast weer. Want jullie hebben deze voorstelling vorig jaar 60 keer gedraaid, dus dit is het staartje van die tour. De voorstellingen die we vorig jaar niet hebben kunnen spelen vanwege corona, die halen we nu in. Zodat mensen alsnog naar die voorstelling kunnen die ze ooit hadden bedacht. Maar ook mensen die vorig jaar niet hebben kunnen gaan, die kunnen nu alsnog komen. Ja, en jullie staan er onbekend om echt de actualiteit op de hak te nemen. Een kritische knipoog, zo zie ik het. Welke verhalen gaan we nu dan zien? Want er zijn natuurlijk wel dingen veranderd, hè? Als je het vergelijkt met vorig jaar. Ja. Mm-hmm. Ja, maar het verschil met de theatervoorstelling is wel, met het televisieprogramma maakten we wekelijks een programma. En dus zat je bovenop het nieuws van die week. Het theaterprogramma geeft iets meer de trends aan van deze tijd. Dus het is niet meer dat we echt bovenop het nieuws van die week zitten. Het gaat meer over wat speelt er nu in de maatschappij. En zijn dat dan de bekende gezichten die deze verhalen dan vertellen? Zoals het ANWB-koppel? Ja. Er zitten eigenlijk geen imitaties in, wat we vroeger ook wel vaak in het televisieprogramma deden. Maar het zijn meer onze eigen types die we regelmatig hebben gespeeld. Dus een aantal die mensen kunnen kennen van televisie. Maar ook een aantal nieuwe types die speciaal alleen voor deze voorstelling gemaakt zijn. Ja, en jullie hebben natuurlijk een hele grote carrière ook op de bühne. Maar Koef Noen was op tv, nou jullie noemen het al. Dit is anders, Koef Noen live. Wat is nou de magie van het theater? Wat is nou publiek. Ja. Er zit publiek bij, dat heb je op televisie niet. Dus je hoort hoe het werkt, je krijgt reacties, ze zijn erbij. Je beleeft met elkaar iets op die avond. En andersom ook, publiek ziet de types die je op televisie ziet, zie je letterlijk voor je ogen gebeuren en veranderen, want we gaan af en we worden, backstage is ook een voorstelling gaande, dan lopen we te hollen en te rennen om weer het volgende type te worden, dus die transformatie denk ik is leuk voor het publiek ook om mee te maken. Hebben we die. Het zijn 15 verschillende scènes, 15, 16, met allemaal steeds weer nieuwe kostuums en zo, dus het is een totaal pandemonium topsport. Achter. Ja, het is een topsport. En wat er leuk aan is dat aan de bekendere types, zoals ANWB-echtpaar, Annette, die heroïne hoor, die jij het Nes erin. Daar hebben we mee kunnen spelen. Dus soms gaan ze zingen. Dat hebben we bij de televisie ook nooit kunnen doen. Soms zoeken we een beetje de ontroering op. Dat hebben we eigenlijk in de televisieuitzending ook niet zoveel. Omdat je dan snel je punt moet maken. En dan, omdat het actueel ook was. Dus dat is het leuke van theater. Dat je ook wat meer kanten binnen die types kan. Ja, mensen zijn toch al speciaal gekomen. Dus die investeren iets meer nog in de types die je speelt. Omdat je... Het is niet dat je denkt, ze gaan weg, ze zeppen weg of weet ik wat allemaal. Ze zijn hier al gegijzeld in deze schouder. En je kunt ook dingen doen die op televisie... Kijk, we gaan als de Zeeuwse vrouwen, die hebben een eigen raket laten bouwen en die gaan de ruimte in. Nou ja, je laat het wel uit je hoofd om op televisie een ruimtescène te doen, want dan moet het er wel weer heel goed uitzien. Maar in het theater kan het allemaal iets meer knip- en plakwerk zijn, want dan doe je meer een appel op de fantasie van de kijker. Dat is ook het leuke. Een beetje meer poppenkast wat dat betreft. Veel ervan hangt natuurlijk toch af van herkenbaarheid. Dat je een type ziet, denk je, oh ja, zo iemand. Of, oh, mijn tante is precies zo. Ja. Of, ik heb een oom die ook altijd precies dat soort dingen zegt. Dus jullie halen je inspiratie echt overal vandaan. Ja, dat is wel het plezier. Dus en dat maakt ook herkenbaar, denk ik, voor iedereen. Want we zijn daar niet uniek in, weet je. We kennen allemaal wel een oom die gek doet op een verjaardag. Of een rotwijf in een winkel die alleen maar vervelende vragen stelt en niets koopt uiteindelijk. Bijvoorbeeld. Ik heb een keer een vrouw in een viswinkel gezien en daar heb ik Guurtje op gebaseerd. Die zit nu in het dameskoor, hardcore, steekt haar nek uit, want ze wilde die nieuwe dirigent worden.
Dat is ook gebaseerd op iemand die ik in de werkelijkheid heb gezien. En van ik dacht, ach, hoe bestaat het? Dus dan heb je een goed houvast. Je mag bij mij zonder QR-code naar binnen. Ik zit in mijn trailer. Later, bitch. Koefnoen Live is vanavond en woensdagavond te zien in de Nijmeegse Stad Schouwburg. Er zijn nog enkele tickets verkrijgbaar. Het was vanmorgen weer even ouderwets kabben als je met de auto van huis moest. Na een nacht met wat graden vorst kregen we eindelijk een vrijwel droge dag voorgeschoteld. De temperatuur was wel weer even wennen, warmer dan een graad of 4 werd het namelijk niet. Morgen wordt eigenlijk een soortgelijke dag. Nadat we vannacht weer met de nodige vorst te maken hebben gekregen, verloopt de dag morgen droog en zonnig. De temperatuur blijft opnieuw steken op zo'n 4, misschien wel 5 graden. De dagen erna kunnen we met enkele winterse buien te maken krijgen. Op donderdag zou er wellicht wat sneeuw tussen kunnen zitten. En heel misschien blijft er even een dun wit laagje liggen. Tussendoor is er ook voldoende ruimte voor opklaringen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube-kanaal. En volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Graag tot morgen!